komt regelmatig voor dat een zeehond met de opkomst van het hoge water mee naar binnen zwemt in de Harlingerhavens. Zo'n beestje zwemt dan een paar uurtjes rond, verschalkt hier en daar een visje en zwemt dan gewoon weer de haven uit naar de Grote Waddenzee. Dinsdagmorgen kwam er eentje binnen vlak voor hoog water. Het water stond zo hoog dat zelfs de deuren van de SAS-sluis gesloten werden. De zeehond komt niet meer terug naar zee. Het dier zwom wat rond in de oude binnenhaven, de Noorder- en de Zuiderhaven. Uiteindelijk vond hij een rustplaats op het remmingswerk bij de buitensluis. In het zonnetje wachtte het dier op het openen van de sluisdeur en de terugkeer naar zijn soortgenoten.